Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij zijn speciaal naar Breda geweest voor categorie 1 vuurwerk. Dat is het tuincentrum De Poppelaars in Breda. Daar heb je dus nog vuurwerk van Funke liggen, waaronder de Bengalfooiers. En als het goed is ook een paar pakjes luchthuilers nog. Daar zijn we speciaal voor naar Breda gegaan. Maar eerst laat ik jullie wat anders zien. Namelijk, we hebben weer een pakketje binnengekregen van MyPlasma. Dit is de zwart matte stick. Er zijn ook goud matte sticks, maar volgens mij zijn er nog maar een paar van op voorraad. Je hebt ook de Rainbow Stick. Dat zijn natuurlijk die elektrische aanstekers. Kan je met een USB'tje opladen. Kortingscode PyroTeamDelft, jongens. Bestel hem nu voordat het te laat is. Dan heb je hem op tijd in huis. We gaan nu even naar het tuincentrum om te laten zien wat je er allemaal hebt liggen. Nou, dan gaan we even naar binnen. Dit heet dus het Poppelaars Tuincentrum. Heel raar. Nog nooit van gehoord. Kerstbomen staan al klaar. Ben benieuwd. Moet je kijken, jongens. Hey, lijkt gewoon kerst hier, gek. Is het ook over een paar weekjes. Ja, jongens, we zijn binnengekomen bij deze vestiging voor vuurwerk. Normaal gesproken heb je hier dus allemaal cakes. Het is nog helemaal aan die kant helemaal open. Nu dus alleen maar kat 1. En waar wij eigenlijk echt voor komen. Hier heb je dus nog Bengalfooiers. Echt ziek. Dit zijn natuurlijk hele goede producten. En die misten we eigenlijk in onze regio. Dus bij deze vestiging van vuurwerkbunker heb je ze nog. Verder, wat je ook nog natuurlijk hebt, is alle bekende producten. Wat we ook in Pijnakker hadden bij vuurwerkbunker. Maar hier heb je ook nog deze zilverfontanen. Nemen we ook mee. Ik had deze vorig jaar ook, komen heel erg hoog. Alleen vorig jaar hadden we ze helaas kwijtgeraakt toen we met oud en nieuw aan het afsteken waren. Hier heb je de Bengaalse handvakken van Nico. Die hebben we natuurlijk ook in de vorige video afgestoken. Ze zijn echt goed. Goeie fakkels. Doe me een beetje denken aan die noodsignalen. Funke knetterballen. Ik ben benieuwd, want... Hey, moet je kijken, gek. Hier zit trouwens nog een... Die oude knetterballen. Zo. Lachen. Van het knetterpellet. Dit is de vestiging in Breda. Dus als jullie willen, moet je snel zijn. Hier heb je dus nog luchthuilers van Funke. De blauwe, rode en groene. Nog te verkrijgen, wel echt heel erg beperkt. Dus mocht je ze nog willen hebben, moet je echt nu zijn. Escalada's ook nieuw. Dat is ook nieuw vuurwerk hier zo. Ja, al met al vind ik het best wel een sfeervolle winkel hier zo. Gaan we even wat halen en zo meteen gelijk afsteken, want we hebben een flinke doos wat we willen halen. We zijn niet voor niks natuurlijk helemaal naar Breda gereden, vooral voor die Bengalfooier mix en die zilverfontanen. En natuurlijk ook de luchthuilers, want die waren bij ons op helaas. En gelukkig kunnen we nog wat inslaan. Dus in ieder geval is dit dus de vestiging van Vuurwerkbunker in Breda. Dat is dus in een tuincentrum. En ja, je kan op de site kijken wat ze voor voorraad hebben. Ze hebben in ieder geval heel veel kat 1 verschillende. En ik moet je zeggen, ik ga het heel erg illegaal doen. Maar deze hadden we in de vorige video, jongens. Die is mooi. Die was goed. Wel wat duurder natuurlijk, alleen deze was echt heel goed. Fonteintjes. De Escalada's. De Escalada's zijn klaar. Voor mij geelfluiters. Zo. Waait je niks? Maar die zijn wel minder dan die van de Lidl, man. Crackling shots. Echte escalaties. Pas op. Pas op. Dat was schel, man. Ja, man. Zo. Nou, weet je wat we gaan doen? We hebben namelijk ook nog die fakkeltjes van Nico. Even kijken, er gaat hier zo'n dopje af. Dan kunnen we ze allemaal even tegelijk afsteken. Doet u maar, doet u maar. Lijkt wel een cake hier zo. Ja, we hebben een knetterking cake. Wel goed doen, hè, Goos. En door. En door. Door. Pas op voor je oren, Goos. De beste wensen. Zo. Mijn oren, Goos. Funke knetterballen. Oké. Hebben we ook gehaald daar. Ja. Even kijken hoe die zijn. Ik kan me niet meer herinneren. Zijn die met pillycracker? Nee, hè? Oh, zakjes.
Kijk, die hebben ze dus nog wel. En lange lontjes. Dit is natuurlijk... Knetta, helemaal knetta. Zo die. Ja man, die zijn goed van Funke. Funke. Hadden wij ook moeten bewaren. Lang maar niet mijn klauw eraf brand. Daar ben ik niet blij mee. Goeie dingen man. Even stooksessetje. Lachen. We hebben deze ook nog, Disco Fountain Cracker. Oh ja. Zo, dat zijn er een hoop. Dat zijn die van die Big Bazaar toch? Ja man, van B2B. Uit, gooi er eens even eentje. Zo, je steekt maar in je klauwen in de fik. Volgens mij zijn dit die we al kennen man, die eerst geel waren, weet je nog? Eerst flits en daarna knal. Knal? Of knetter, sorry. Luister, knallen. Luister dan, steek hem. Zet er even iets in dan, wat aangaat. Doe dat absoluut niet na. Nou, die gaat fikkie in. Wat een knetter. Aardig. Lekker knettertje. Hoppa. Deze zijn dus even goed als die van Funke, dat merkt hij al hè. Zo in de put? In het putje. Deze zijn goed man. Die van Cut One. Zag je dat? Er schoot weer een lontje weg. Klopt, dus benieuwd. Of we hadden gewoon een cut badge. Ja, zie je? Oké, ja dan in één keer hoor. Kijk, dan is het leuk. Nee, ook niet. Ik niet meer. Nee, hè? Het klinkt als een kerstboom die in de fik staat, man. Van Nico de Duitskant 1, jongens. Zeg ook best wel leuk. Zijn wel leuke dingetjes, hè? Voor ertussen. Deze bijen hebben we ook nog. Oh ja. Ja, zie je? Ze tollen echt. Nee. We hebben ook nog airskimmers, jongens. Even kijken of deze in de buurt komen van die wij laatst hadden. Hé, hey, luister dan. Van Klaasek en Funke. Zitten er echt veel in. Steek even alles in één keer af dan. Ja. Sommige schieten ook nog een beetje weg, hè? Ja, zijn wel leuk. Maar die van Klaasek en Funke zijn dus het gevaarlijkst. Die hebben nog de knetterrotjes. Hoppa, zo. Zo. Kijk, die leuk. Zijn dan niet slecht. Zijn, maar dit is wel leuk, weet je. Ja, man. Oh, zo, die schiet er gewoon weg, hè. Ja, dat maakt wel leuk. Kijk, schiet weg. Sommige. Nee toch. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dit komt in ieder geval van Vuurwerkbunker in Breda vandaan. Die zit in het tuincentrum De Poppelaars. Je hebt ze ook in Pijnakker zitten en ook in andere vestigingen. Ik zou zeker even kijken op de website van vuurwerkbunker.nl. Kan je even kijken wat ze bij jouw vestiging hebben. Zo, er ging nog even wat af, gek. Waaronder misschien wel producten van Funke. De luchthuilers zijn natuurlijk nog in Breda te verkrijgen. Maar ik denk wel dat je er heel snel bij moet zijn. Anders zijn ze er niet meer. Misschien kan je dan gaan voor de Bengaal Foyer Mix of wat anders. Want ze hebben heel veel. Jullie hebben het net kunnen zien in ieder geval. Thanks voor het kijken. Morgen om 4 uur gewoon weer een video, jongens. Ik hoop dat jullie er klaar voor zitten.